Ik heb het meestal hoor, daar niet van, maar ik ben nog niet klaar. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlogmas. We zijn vandaag aangekomen bij dag 20. Holy shit. Goed, vandaag dus weer een nieuwe vlogmas. En vandaag ga ik mijn koffer inpakken voor vakantie. Dat is eigenlijk het grootste ding wat ik vandaag ga doen. Vanmiddag komt er nog een vriendinnetje van me langs, Pip. Misschien kennen jullie haar nog wel. Zij is van de zomer wel af en toe in mijn vlogs gekomen. Maar ik heb haar echt al heel lang niet gezien. Zij heeft zeg maar zelfs mijn nieuwe huis nog niet gezien. Terwijl zij echt één dorp verder woont. Maar we hadden het allebei gewoon steeds heel druk. Dus ja, het paste steeds niet in elkaars schema, zeg maar. Maar goed, vandaag komt ze dus. Dus dat is heel gezellig. Maar goed, ik ga nu eerst mijn koffer inpakken. Ik weet eigenlijk nog niet echt hoe ik het ga doen. Ik denk dat ik eerst gewoon alles wat ik meeneem hier op mijn bed ga pleuren. Alle kleding en dingetjes. En dat ik dan mijn koffer boven pak en het dan in ga pakken. Nou, in ieder geval, dat ga ik dus doen. Dus ja, jullie mogen lekker meekijken. Superleuk! Oké, ik heb de meeste kleding denk ik wel uitgezocht. Het is echt... Ja, ik vind dat ik het best goed heb uitgekozen. Ik heb alleen gewoon altijd heel veel truien mee. Omdat ik dat gewoon chill vind. Bijvoorbeeld als ik terug ben van skiën en zo. En ik kan dan gewoon niet kiezen. Dan wil ik gewoon al mijn favoriete truien meenemen. Dat is gewoon een tik. Daar kan ik echt niet zoveel aan doen. Maar goed, dit zijn dus alle truien die ik meeneem. Het zijn er, nou ja, 1, 2, 3, 4, 5 dikke... Nee, 6 dikke truien. En dan doe ik er nog één aan. Niet te vergeten. Wat dunnere truitjes. Dan heb ik hier... T-shirtjes en blousjes en leuke glitterdingetjes. Ja, hè, je moet er wel een beetje leuk uitzien. Dit zijn de broeken. En dan komt er nog één zwarte gewone broek bij. Skinny jeans. En ik doe er nog eentje aan. Die ligt hier niet bij. Die ligt in mijn la. Die doe ik aan tijdens het vliegen. Hier heb ik nog een leuk colbertje. Hier heb ik rokjes. Dat zijn er 1, 2, 3, 4. 4 rokjes. En dan zijn dit 2 skibroeken en 2 skipoelies. Mijn vader neemt de rest van de skikleding mee, dus dat is heel chill. Die neemt mijn jassen mee en dat soort dingen. Want die gaan met de auto en weg met het vliegtuig. Dus ja, en dan is dit ongeveer alle kleding. Dan moet ik nog wel sokken, onderbroeken, panties en dat soort dingen. Ik kan gewoon niet weinig inpakken. Ik wil gewoon keuze hebben op vakantie. Dat is gewoon echt iets wat bij mij hoort. Ik heb zojuist een nieuwe koffer besteld. Dat is natuurlijk nog niet voor deze vakantie, maar ik ga volgende week naar Curaçao. Ik ga in februari naar New York, dus ik wilde gewoon graag een nieuwe koffer. Want ik heb nu niet echt een eigen koffer en niet echt een koffer, een leuke koffer. En ik wilde gewoon een leuke koffer. Dus ik heb zo'n suit koffer gekocht. Ik denk dat veel van jullie die wel kennen. Zo'n mintblauwe koffer met suit erop. Ik vind die zo leuk, dus ik heb die besteld. Want hij was in de sale van 180 naar 130. Nog steeds duur, maar hè... Wel leuk, dus ja, je moet er wat voor over hebben. Maar goed, ik ga in ieder geval... Ik zat weer aan mijn haar, hè? Ja. Ik ga nu verder inpakken. Maar ik heb hier het geduld niet voor. Echt gewoon niet. Het is echt een drama. Ik heb het meestal hoor, daar niet van. Maar ik ben nog niet klaar. Ik ben dus in de badkamer even mijn toiletspullen aan het inpakken. En ik heb een tipje. Want ik heb dus mijn shampoo gewoon in een klein flesje gedaan. Ik neem aan dat mijn stiefmoeder en zo ook nog shampoo meenemen. Maar ik wil gewoon mijn eigen shampoo ook mee. Maar ik dacht, ik ga niet een hele fles meenemen natuurlijk. En het is gewoon een klein formaatje. Wij mogen gewoon een koffer mee. Dus het is ook niet per se dat dit in mijn handbagage moet. Maar dat zou dus ook kunnen. Maar ik heb een kleine tip voor als je zeg maar bang bent dat je flesje zeg maar openknapt. Of dat het misschien gaat lekken of zo. Pak gewoon een plastic zakje, knip er een stukje van af, leg het hier overheen en draai dan de dopper op. Dan kan er nooit, zeg maar, iets lekken, want dan zit er gewoon een soort beschermlaagje overheen. Dus dat wilde ik jullie even als tip geven. Nou goed, ik ga nu mijn koffer inpakken. Ik heb een mega grote koffer. Hij is echt heel groot. Misschien dat jullie dat niet zien, maar hij is echt heel groot. Dus ja, alles past er sowieso in. Alleen ik wil nog wat ruimte overhouden, zodat er nog schoenen en een jas en zo in kunnen. Dus ik probeer het allemaal aan één kant te krijgen. Dus als dat niet past, dan ga ik dingen uit mijn collectie halen wat ik meeneem.
Nou, dit is hoe mijn koffer er tot nu toe uitziet. Het zit best vol. Ik moet straks nog wegen. Dus daaraan gaan we merken of het goed is. Ik mag 20 kilo in totaal, dus ik mag wel veel. Ik heb aan de andere kant wel nog heel veel ruimte. Dus hier zou mijn broertje nog wat bij kunnen pleuren als het niet te zwaar wordt. Moeten nog wel mijn moonboots moeten er nog wel in, maar prima. Wolter zou hier ook nog wel een jas in kunnen doen. En Wolter heeft natuurlijk ook een eigen koffer. Maar ja, ik heb natuurlijk weer echt veel te veel mee. Maar ik neem altijd veel mee op wintersport, omdat, ja, I don't know. Ik kan gewoon niet kiezen wat ik mee wil. Het is serieus een zwaar probleem. En dan heb ik hier nog mijn handbagage. En nou ja, daar heb ik sowieso een broek en een trui in voor als, weet je, je weet maar nooit, hè. Dus dan raak je koffer kwijt en wil je toch iets van kleding nog hebben. Ik heb één skibroek hierin gedaan, gewoon om een beetje ruimte te besparen in die andere koffer. En dan komt hier mijn laptop nog bij. Mijn camera en mijn opladers. En dat is eigenlijk alles wat hierin gaat. Ik neem trouwens ook mijn bullet journal mee, want ik vind dat leuk om hierin dan misschien wat dingetjes te schrijven. Of ja, I don't know. Maar goed, dat is helemaal leuk. Ik ben echt weer pittig moe en ik ben nu op Pip aan het wachten. Ik weet niet wanneer ze er is. Ik zie er niet uit. Ik weet ook niet wat we gaan doen. Waarschijnlijk niks. Waarschijnlijk gewoon chillen op de bank. Weet ook, ja, ik denk dat ik alles heb ingepakt, maar I don't know. Ik vind het altijd zo moeilijk om te weten of ik alles heb. Nou ja, alles ingepakt. Ik moet natuurlijk nog mijn camera en zo inpakken. Maar dat doe ik allemaal vannacht. Want ik moet allemaal nog even in de oplader en zo. Nou, het was echt super gezellig met Pip. We hebben niet echt gevlogd, maar we waren gewoon even, ja, gezellig. Dus ik ga nu naar dansen. En ik ben eigenlijk al te laat. Het begint letterlijk nu. Maar goed, I don't care. Ik kom even wat later gewoon. Maakt niet uit. Het is ook niet echt een hele belangrijke les vandaag. Want het is de les voor de vakantie. Dus dan doen we eigenlijk niks boeiends, volgens mij. Herhalingen of zo. I don't know. Ik weet het niet. Nou, ik ga even een kopje thee maken. Ik heb lekker naar dansen geweest. Was super leuk. We hebben niet echt heel veel gedanst. Ja, bij ballet wel, maar bij modern niet. Maar was wel heel leuk. Ik ga nu even thee maken. Dan ga ik dat even opdrinken. En dan ga ik naar boven. Ik word hier vannacht om 4:15 opgehaald. 'S nachts dus. En dat is echt wel pittig. We vliegen om iets van, nou, volgens mij 7:00 ochtends. I don't know. Zoiets. Maar daar kan ik gewoon nu al tegenop zien. Ik heb heel zin in de vakantie, maar ik word altijd een beetje misselijk of zo als ik zo vroeg op moet. Ik weet niet of meerdere van jullie daar last van hebben, maar ik weet niet. Het voelt gewoon dan heel onnatuurlijk of zo dat je dan midden in de nacht op moet staan. En daar word ik altijd een beetje misselijk van gewoon niet fijn. Maar goed, in ieder geval, dat komt helemaal goed. Ik heb er wel heel veel zin in, maar ik moet wel heel vroeg / laat op. Dus dat is wel een beetje... Het is ook net zo'n tijd dat je denkt van ja, eigenlijk kan ik beter wakker blijven. Maar dat red ik niet. Dus ja, het is gewoon heel vervelend. Maar goed, ik ben even thee aan het zetten. En dan ga ik naar boven. Dus ja. Dit haat ik altijd. Dan kom ik in mijn kamer en dan ligt er weer van alles. En dan moet ik dat toch opruimen. En oh. Ik ga in ieder geval zo naar mijn bed. Dan ga ik deze vlog editen. En dan ga ik op tijd proberen te slapen. Want ja, ik kom morgen echt kapot vroeg op. Dus ja, ja, ik ga denk ik maar niet mijn haar wassen hoor. Ik ga morgen mijn petje op. Ik vind het goed. Doei. Nou, in ieder geval. Ik ga nu dus even mijn tanden poetsen. Even dit opruimen. En dan ga ik lekker naar bed. Dus ik denk dat ik bij deze de vlog gewoon afsluit. Want dan ben ik daar ook klaar mee. En dat is gewoon even fijn. En ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Morgen ga ik dus op vakantie naar Oostenrijk. Dus er zullen vlogs van komen. Ik weet niet of het elke dag gaat lukken. Ik ga kijken hoe het gaat lopen. In ieder geval zien jullie sowieso nog vlogs verschijnen hiervan. Ik hoop gewoon dat jullie morgen weer een nieuwe vlog zien en dat het allemaal lukt. Maar dat gaan we zien. En als het er niet is, don't you worry. Dan komt het eraan. Of dan moet je even naar mijn Instagram gaan. Want dan laat ik het wel een beetje op weten van wat ik ga doen. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doei! 'Tis the season for some love.